Ik hoop de komende tijd ook weer wat meer filmpjes te gaan brengen op de podcast. Ik ben zoals bekend vermoedelijk nogal een QRP-fanaat. En dit is wat dat betreft een van mijn favoriete zendontvangers. Hij is echt heel klein. Hij is maar iets groter dan een portofoon. Deze versie is voor 20 meter. Het is de DSW-2 van Small Wonder Labs. Echt een bijzonder apparaatje. Er zit een automatische keyer in, maar ik ben vooral van de handsleutels. Het aardige is, hij heeft digitale uitlezing, hoewel je dat zo niet zou zeggen. Maar als ik dit knopje indruk, dan hoor je dat hij op 02 zegt te zitten. En dat is dus in dit geval 14002. Ga ik naar omlaag. Hij werkt ook onder de 14. Dan hoor je 992 en dat betekent dat hij op 13992 zit. Maar het is een beetje rustig op 20. Dat is helaas niet zoveel laten horen. En mijn antenne is niet getuned. Nou, je kunt hier met de keyer instellen, volumeknop zit erop. Als je dit doet, dan gaat hij naar stapjes van 40 hertz. En de normale stapgrootte, dat is zo, dat is 200 hertz. Nou ja, zoals gezegd zit een automatische keyer in, een teststand, dat kun je allemaal hiermee bedienen. En het ding levert een vermogen van maximaal 4 watt op 20 en dat is helemaal terug te regelen tot helemaal niks. Je kunt het helemaal tot helemaal nul terugdraaien, dus echt je reinste QRP.